zo, dames en heren. Dat is het krijsende kringen voor. Wat betekent krijsende kringen? Krijsende kringen. Dit is voor mij een droomwens die ik al jaren geleden heb gehad toen ik ze voor de allereerste keer heb opzien treden. Ik denk wel iets van 10 jaar geleden. En ik ben er nu de afgelopen jaar ben ik er voor het eerst bij gekomen. Afgelopen. Ja, begin van dit jaar. Wat voor liedjes worden er zakelijk gespeeld? Ja, het is een beetje toch wel... moet ik zeggen, smartlap, maar dan met een vleugje cabaret. En dat is leuk, want er zitten ook wel speciale teksten in. Ook in liedjes bijvoorbeeld, dat bestaande lied van Kleine Café aan de Haven. Daar wordt dus het Kleine Café in Delfshaven en krijsende kringen die daar zingen en zo. Dus het wordt allemaal een beetje aangepast en dan net met een beetje humor erin. Dat vind ik hartstikke leuk gewoon. Van de naam de krijsende kringen. Dat zijn de oprichters geweest. Dus dat is al 25 jaar geleden. Dat heeft Helma Schroots bedacht. We zongen bij haar in een cafeetje in Delfshaven. Volgens mij heeft dat de firma. Toen zei ze, we zingen zo leuk. Zullen we op dinsdag gewoon dicht doen? Gaan we alleen maar zingen. En hoe was dat nou? Een goed gesprek en een neut? Uit de psychiater uit de deur of zo. Nee, wij zongen, Alwin en ik. Verschilt een therapeut. Oh, ja. Zingen en een neut, verschilt een therapeut. Dat hebben Marie en ik bedacht. Oh.
lang doen jullie dit al? Dat zingen. Of wat anders. Ja, ik zit er al... Het krijsen. 20 jaar ongeveer, ja, Maxi? Zeker. 20 jaar? Ja, 20 jaar, zeker wel. Ik zit er zeker bij. Hoe lang kan je zingen? 20 jaar? 96 zijn we begonnen. 96. Ik heb de brief nog, uitnodiging. En die is van de september 96 om te gaan zingen in Delfshaven. Ja. Bij Helma. Oké, okay, nou, 16 jaar. Nee, je hebt het gehoord, hè? Ja. September 1996. Nou, zien wij er toch nog goed uit.